En dat ze weg is. Waarom dan? Nou ja, dat mensen het hebben gewoon een hele andere denkwijze dan de gemiddelde Hagenaar. Sylvana Simons stopt als politica bij de door haar opgerichte partij Bijeen. Raakt Nederland hiermee een kleurrijke politica kwijt? We peilen de stemming in Den Haag. Vindt u ervan, meneer, dat Sylvana Simons gestopt is bij Bijeen? Top. Ik ben heel blij mee. Waarom? Ja, ik vind het vervelend mens. Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind het wel een goede zaak. Mm-hmm. En ik ben niet zo van haar. Vindt u dat, dat zij voor wat meer bewustwording heeft gezorgd binnen Nederland? Ja. Ja, ergens is het al goed natuurlijk. Hè? Sylvana Simons stopt bij Bijeen. Wat is de reden dat ze gaat stoppen? Ja, de hele partij van Bijeen die valt eigenlijk uit elkaar. We zien het in Amsterdam waar raadsleden zijn opgestapt, vertrokken. En Sylvana heeft nu gezegd, ja, ik zie het niet meer zitten om opnieuw lijsttrekker te worden voor de partij. Heeft ook te maken met haar gezondheid. Zij is al best wel lang ziek. Ze heeft artrose, ze heeft long covid. En ze heeft zelf ook een keer gezegd dat ze heel veel last heeft van de overgang waar ze in zit. Daardoor slaapt ze heel weinig. En dat zijn voor haar redenen bij elkaar opgeteld om niet door te gaan als lijsttrekker voor Bijeen. Is het een verrassing dat ze dan ook stopt? Ja, zeker. Ja, want eigenlijk is dit de ondergang van Bijeen. Dit kan je wel zo stellen. Die partij heeft 90.000 stemmen gekregen bij de vorige verkiezingen. En die gingen allemaal naar Sylvana Simons. Zij is natuurlijk een bekende Nederlander, een boegbeeld. Zij kwam eerder al op tegen racisme, discriminatie. En daarom hebben heel veel mensen op haar gestemd. Zij heeft dingen wakker geschud. En daar moeten wij ook weer begrip voor hebben. Want wij hebben te lang blijven hangen. Dat hun eigenlijk de onderdok zijn. Het is goed dat alles vertegenwoordigd wordt. Soms vond ik er wel een beetje, was het er niet altijd mee eens. Het doordrammen, het gedrag, de manier waarop zij het verwoordt ook, daar heb ik heel veel moeite mee. Hier in de Tweede Kamer achter mij werd ze gehaat en ook wel een beetje gevreesd door sommige mensen. Zij was gewoon een superscherpe debater, maar ook wel super irritant voor sommige Kamerleden. Bijvoorbeeld premier Rutte, die had een aanvaring met haar tijdens een coronadebat waarin zij eigenlijk zei, de 30.000 coronadoden zijn het gevolg van het coronabeleid. Nou, dat leidde tot enorme ophef, waardoor zij veel aandacht kreeg en dus ook zichtbaar was. Daar vloog ze gewoon uit de bocht, maar ze was ook gewoon soms wel echt heel scherp, veel scherper dan andere politici hier in Den Haag. Wat is nou echt een hoogtepunt van de politieke carrière van Sylvana Simons? Nou, je kan wel zeggen dat zij best wel invloed heeft gehad in die hele excuses rond het slavernijverleden van Nederland. Rutte heeft daar natuurlijk namens het hele kabinet excuses voor gemaakt. Maar in die fase vooraf wilde Rutte dat eigenlijk helemaal niet doen. En hij heeft wel laten doorschemeren dat Sylvana Simons hem daar toch een beetje een duwtje in de rug heeft gegeven in een debat. Toen zij zei dat de oma van haar moeder nog zelf tot slaafgemaakte was, zoals zij het noemt. Als we het hebben over tot slaafgemaakte mensen, hebben we het bijvoorbeeld over de oma van mijn moeder. Dat is niet lang geleden. Dat is helemaal niet lang geleden. Wij praten nog over haar. Zij is onderdeel van onze familiegeschiedenis. Als u aan Sylvana Simons denkt, waar denkt u dan aan? Aan een vrouw die de eigen mening wel spuit. Zwarte Piet. Mm-hmm. Zij heeft dus dat op gang gebracht. En dat heeft weer te maken met het verleden natuurlijk. Slavernij en alles. Is al bekend wat Sylvana Simons gaat doen nadat ze politica af is? Nee, dat weten we nog niet. Ze heeft in ieder geval recht op wachtgeld straks als de verkiezingen zijn geweest. Want ze blijft wel Kamerlid tot aan de verkiezingen, totdat er een nieuwe Tweede Kamer zit. Zo zal ze ook nog in de commissie zitten die het fraudebeleid onderzoekt. De parlementaire enquêtecommissie die enquête voorbereidt. Daar wil ze nog even mee doorgaan. En daarna is het nog een vraagteken wat ze gaat doen.